Bravo is de grootste zelfvarende hijsbok van Antwerpen met een totale hijscapaciteit van 800 ton. Vandaag gaan we deze ketel met Bravo optillen. Dan gaan we hem over het water 4 kilometer ver in het Marshalldok neerzetten. En daar moeten we eerst over pijpleidingen gaan. En daar moeten we hem 62 meter ver op de wal op twee van zulke wagens neerzetten. Een 0-1. Een 0-1, dat is een 0-1. Ja, dat is dat heel laat. Vandaag staat Brik van der Steen bovenaan de brug. Dat is onze hijsbokkapitein, of ook bokkenbaas genoemd. Hij is verantwoordelijk voor heel de operatie die er vandaag aan de gang is. Ja, Brik heeft zoveel ervaring met de hijsbok. Bij wijze van spreken kan hij lezen en schrijven met die Bravo. Hij kan de moeilijkste jobben aan, de fijnste jobben en de zwaarste jobben kan aan. We hebben er volle vertrouwen in. Ja, dus ik sta vanaf de eerste dag op de ijsbok Bravo. Een Bravo, dat hoort bij u, dat is uw leven. En ja, we zijn wel fier dat we hierop staan. En we proberen elke taak tot een goed einde te brengen. Dus we komen nu aan de ingang van Marshalldok. En dat is smal zoals je ziet. Jan en Patrick, stap maar. Ja, we moeten altijd ons hoofd koel houden. We moeten checken en dubbelchecken of dat alles wel in orde is. Of dat iedereen op zijn juiste plaats is. En dan nog mee uitkijken of dat er geen onverwachte hindernissen zijn. Ja, als jonge man was ik natuurlijk wel veel roekelozer als nu. Ik had geen hoogtevrees en nu met een ouderdom begint dat wel te komen. Vanaf 60 meter ga ik niet meer over. De ijsbok Bravo. Die is 84 meter en half hoog boven dek. Vroeger was dat niks, maar nu, nee, dat gaat niet meer. In de familie zijn ze wel trots dat ik kapitein geworden ben. Vooral mijn kleinkinderen, die beschouwen die ijsbok als mijn persoonlijk schip. En dat is niet van tafelbedrijf. Ze zeggen altijd, ah, dat is Fokkers aan boord. En nog maar wat steken. We gaan hem neerzetten. Klaar, hij staat neer. Binnen een paar maanden ga ik op pensioen. En dan zal ik zeker de Bravo wel missen. Ik heb 44 jaar gewerkt. Nu is het tijd gekomen voor andere mensen voor de fakkel over te nemen.